Demain, lui, il s'était défilé assez vite. Dès 42, il s'était retiré du jeu. Et en 44, en août 44, quand il a vu que c'était là culbute, il a voulu se réfugier en Suisse. Il a été arrêté par le maquis français avant de passer la frontière. Il a été prisonnier 15 jours. Et qui l'a fait délivrer? Spaak. Vous imaginez ça? Spaak qui fait délivrer un homme qui a parlé de la délivrance qui était la défaite belge, qui a convié tous les Belges à être national-socialistes en 1940. C'est Spaak qui le fait délivrer, qui lui permet de s'échapper en Suisse. Et plus fort encore, quand Demant était en Suisse, non seulement on ne l'a pas estradé, mais on lui a laissé tout le temps de se marier pour qu'époux d'une Suisse, on ne puisse plus l'extrader. Et quand son procès est venu, oh, mais quand on a étouffé tout ça, il en est sorti, lui, avec 20 ans. Quand tout le monde se faisait condamner à mort, mais des centaines de personnes se faisaient condamner à mort, le premier, le plus important responsable de la collaboration s'en tire avec 20 ans, d'ailleurs fictif, puisqu'il était en Suisse et qu'on ne pouvait pas le ramener. Mais il y a encore eu plus que ça. L'éditeur de Demant, qui a publié son livre « Cavalier seul », M. Constant Bourquin, qui n'avait rien à voir avec mes idées, et qui a publié, lui, ma campagne de Russie et ma cohue de 40, en Suisse, avec là que je pouvais expliquer. Eh bien, M. Bourquin est venu à Madrid me voir pour cela et m'a expliqué comment Spaak a été en Suisse voir Demant. Ils se sont mis d'accord. On le laisserait tranquille, mais il se tairait. Et on assistait même à ce détail extraordinaire. Demant avait emporté avec lui le drapeau du Parti Socialiste et l'a rendu à Spaak. Alors, vous voyez, un témoin. On s'arrange pour qu'il se taise. On lui fait toutes les facilités qui soient arrivées à leur résultat. Alors ça, c'est des gens qui sont droits dans leurs bottes. Ce sont des gens qui ont peur, qui savent que je les tiens et que tôt ou tard, je leur tordrai le cou comme à des poulets. Et c'est la première fois que vous avez déclaré ça à une télévision. Une oui, vidéo. Oui, parce que d'abord, les gens ont peur de me parler de ça. Il y a deux sujets dont on n'ose pas me parler. C'est de ça, de Spaak, et c'est des Juifs. Parce qu'ils disent, nous aurons des embêtements, ou avec le gouvernement belge, ou avec Israël. Mais à vous autres, vous, je vous l'ai dit, à la vérité, parce que vous avez insisté. Parce que vous avez une tête de brave homme. Parce qu'au fond, je ne crois pas fort à l'utilité de ce que je dis, parce qu'on m'étouffera. Mais enfin, je tente cette possibilité. Et je vous souhaite bonne chance. Vous verrez que vous aurez plus d'embêtements que de facilité. Dames en heren, dit optreden van Léon de Grel in een van de 17 programma's uit de reeks De Nieuwe Orde van Maurice de Wilde heeft evenals zoveel andere punten uit deze reeks veel stof doen opwaaien. Vele reacties zijn bij de kijkers losgeweekt en vandaag willen wij beginnen met de heruitzending van deze reeks en vooraf de reacties van de kijkers onderzoeken. Inderdaad, vanaf volgende week dinsdag zult u wekelijks de herhaling van deze reeks programma's op uw scherm te zien krijgen op het tweede net. De vorm van deze wederuitzending heeft enkele discussies uitgelokt en uiteindelijk is beslist van deze programma's in ongewijzigde vorm opnieuw uit te zenden, maar er aanvullingen aan toe te voegen waarin rekening wordt gehouden met de luttele nieuwe gegevens die naderhand na de eerste uitzending aan het licht zijn gekomen en die anderzijds verduidelijkingen, nuanceringen, bevestigingen brengen naar aanleiding van de reacties die er bij het publiek zijn geweest en die zeer vaak op misverstanden en verkeerd begrip berusten. De reacties zijn talrijk geweest, zijn vaak ook heel emotioneel geweest. En de BRT heeft eraan gehouden met een panel van specialisten deze reacties te onderzoeken. We hebben voor u vanavond hier een aantal specialisten in de hedendaagse geschiedenis bij elkaar gebracht, samen
met de makers van dit programma. En ik zal zo vrij zijn u even voor te stellen. In de eerste plaats hebben wij drie professoren van onze universiteiten, professoren in de hedendaagse geschiedenis, gevraagd aan dit gesprek deel te nemen. Mensen die niet zitting hadden in de wetenschappelijke commissie die deze programma's begeleid heeft. Ik stel u voor mevrouw Els Witte van de Vrije Universiteit te Brussel, de heer Herman Balthazar van de Rijksuniversiteit te Gent, Emiel Lamberts van de Katholieke Universiteit te Leuven. Daarnaast hebben we het genoegen in ons midden te begroeten professor Dr. Lou de Jong, gewezen directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in Nederland, die jaren geleden een dergelijke reeks op de Nederlandse televisie bracht en die ook, als het ware, de officiële geschiedschrijver is van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Verder hebben wij namens een wetenschappelijke commissie die deze programma's gedurende zoveel weken en maanden heeft begeleid, Karel van Isakker van de Universitaire Faculteiten Sint Ignatius te Antwerpen. En last but not least stel ik u, voor zover dat nodig mocht zijn, de makers van dit programma voor. In de eerste plaats Maurice de Wilde en naast hem Etienne Verhoeyen. Aan mij als voorzitter van de wetenschappelijke commissie die deze programma's begeleidde, werd gevraagd dit gesprek te leiden. De eerste vraag die ik u zou willen voorleggen is: dit programma heeft vele reacties uitgelokt. We moeten onderzoeken waaraan dit te wijten was. En men zou de vraag kunnen stellen: zijn deze reacties in de eerste plaats misschien te zoeken? De verklaring van deze reacties is die misschien in de eerste plaats te zoeken bij het publiek zelf. Collega Lamberts. Ik meen inderdaad dat dat in zeer grote mate een rol heeft gespeeld, omdat in ons land niet zo heel veel, tot zover tenminste, aan eigentijdse geschiedenis is gedaan. En dus wat gebracht is in deze programma's, wat voor een heel ruim publiek gebracht is, dat is voor heel vele mensen totaal nieuw te noemen. Dus het publiek was misschien in een zekere mate onvoorbereid? Ik denk het wel, inderdaad. Als wij vaststellen dat pas in de jaren 50, 1950, aan de universiteiten, leerstoelen, nieuwste geschiedenis, en dan betekent dat nog geschiedenis vanaf de Franse Revolutie, wordt ingevoerd. Als we vaststellen dat pas in de laatste jaren aan wat men noemt eigentijdse geschiedenis gedaan wordt in ons land, geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de periode die erop volgt, dan is het heel duidelijk dat er nog weinig is gepubliceerd en dat er nog weinig kan doorgedrongen zijn tot een breder publiek. De verklaringsfactoren daarvoor zijn in verschillende hoeken te zoeken. Er is onder meer, wat de eigenlijke academische wereld betreft, het grote prestige dat de medievistiek, de studie van de middeleeuwen, heel lang heeft gehad. En dat heeft met zich meegebracht dat dus slechts vrij laat die nieuwste geschiedenis aan bod is gekomen binnen de universiteiten zelf. En ook natuurlijk zijn er maatschappelijke factoren die dat mee verklaren. Ja, want ik wou zeggen, dit kan niet de enige verklaring zijn. En misschien dat andere leden van het panel, Els Witte misschien nog andere verklaringen ziet waarom het publiek op deze wijze gereageerd heeft. Misschien wil ze ons eerst toelichten hoe het publiek gereageerd heeft. Ja, ik geloof dat men wel een onderscheid moet maken tussen de verschillende soorten publiek die er geweest zijn. Maar ik geloof dat Emil zeer juist heeft gesteld dat er in feite geen traditie is in verband met dus analyseren van de eigentijdse geschiedenis. En zeker niet in verband met ik zou zeggen, de politieke mechanismen, wat er eigenlijk op de achtergrond gebeurt, achter de schermen gebeurt van de politiek. En
Dus die onthullende functie die de geschiedenis heeft, heeft ze dus eigenlijk weinig toegepast op die zeer recente periode. Ze heeft dat voor een heel groot deel overgelaten aan de politieke wetenschappen. Maar wat dus nu in deze programma's gebeurd is, dat is dat er in feite dus een onthullende journalistiek plaats heeft gevonden. En dat men achter de schermen van die politieke besluitvorming is gegaan. En dat dat goed, dat dus dat onthullende, dat geloof ik, dat komt in sommige kringen hard aan. Kringen die dus niet gewoon zijn dat men dat in zo'n ruime mate, in zo'n ruime kring verspreidt. Dus het is bij het grote publiek, is het dus eigenlijk misschien dat onthullende, hè, is dat onverwacht aangekomen. Maar dan voor wat de politieke elite zelf betreft, wel, die is het geloof ik ook niet gewoon dat men op die wijze gaat proberen inzicht te verwerven in de beslotenheid waar, dus dat, waar eigenlijk die politieke beslissingen tot stand komen. Ik en zou het is toch dus even, als ik mag, willen verduidelijken voor de kijkers dat de BRT een grondig onderzoek heeft ingesteld naar die soorten reacties. En dat bij het grote publiek, dat u terecht als een categorie noemt, de meest positieve reacties, dat het grote publiek overwegend zeer positief op deze programma's heeft gereageerd. En dat naarmate men opstijgt naar wat men dan de leidende kringen zou kunnen noemen en de acteurs zelf in de gebeurtenissen die behandeld werden, de reacties negatief zijn geworden bij een aantal enkeling. Ik geloof wel ja, dat u daarmee dus eens op bent. Die laatste, het is dus inderdaad op die laatste categorie dat ik doelde. En waar het sommige mensen onthullingen misschien wel wat hard aangekomen zijn, omdat ze nu in de openbaarheid, in de volle openbaarheid, worden gebracht. Dat fenomeen van een aantal bevlekte reputaties, dat fenomeen zich wel zal voorgedaan hebben. Men kan zich de vraag stellen of de verklaring voor de omvang van de reacties en de heftigheid daarvan en soms de misverstanden die er geweest zijn, of die ook niet te verklaren zijn door de aard van het medium televisie. Dat toch een heel speciaal instrument is. En we zijn hier precies bijeen met overwegend beroepshistorici, buiten de programmamakers dan, om ons de vraag te stellen, wat zijn de voor- en nadelen van de televisie om eigentijdse actuele geschiedenis langs dat kanaal tot een zo groot publiek te brengen. Heeft dat geen gevaren? Men hoort soms de televisie beschuldigen van oppervlakkigheid, van onvolledigheid, van subjectiviteit, van vertekening. En ik denk dat wij hier met een aantal specialisten zijn die toch wel ons kunnen aangeven hoe het komt dat televisie deze gevaren zou kunnen inhouden. Ik vermoed dat meerdere leden waarschijnlijk op die discussie zullen ingaan. De manier waarop u het stelt doet mij veronderstellen dat u zelf de term gevaren tussen aanhalingstekens stelt. Want wanneer u zegt gevaren, impliceert dat eigenlijk, wil dat meteen zeggen, dat het effectief gevaarlijk is om eigentijdse geschiedenis voor de televisie te brengen. Ik geef Mie Lamberts gelijk, we hebben een zeer grote achterstand in eigentijdse geschiedenis. En daarboven is het vooral ook waar dat het onthullend karakter een zo massale belangstelling waarschijnlijk heeft uitgelokt. En het, wanneer we over gevaren spreken, denken wij waarschijnlijk alleen aan dat laatste facet. Wij als historici, wij zijn het bijzonder ongewoon dat ons werk gelezen wordt door meer dan enkele honderden mensen. Wanneer een boek over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog geschreven wordt en het haalt 3.000-4.000 exemplaren oplagen, dan is dat enorm. En nu plots komt een brok ongekende, onthullende eigentijdse geschiedenis en dat wordt door ongeveer 800.000 mensen gelezen. En plots stellen we ons de vraag, wat zijn daar de consequenties van? In elk geval, ik zou dus het woord gevaar niet willen gebruiken. De kracht en de unieke positie van dat medium om een dergelijke rol te gaan spelen in een debat over de eigentijdse geschiedenis, dat is zo belangrijk
dat kan zo, wanneer u van gevaren spreekt, zou ik u durven zeggen, heilzame gevolgen hebben, bevrijdend effect hebben. Wanneer wij spreken dat er iets onthuld moet worden, dan wil dat zeggen dat er gedurende lange tijd iets verborgen is gebleven. Iets waarvan de publieke opinie, omdat ze eigentijdse geschiedenis niet goed kenden, omdat er weinig literatuur voorhanden was, maar eigenlijk ook om veel andere redenen nog niets van wist. En wanneer de televisie voor zo'n groot publiek plots een dergelijke zaak kan naar voren brengen, dan heeft dat allerlei effecten die mijns inziens niets te maken hebben met gevaren, maar met iets anders. Ik denk dat juist wanneer 800.000 mensen plots zoiets gaan bekijken, ze achteraf er blijven over praten. Ze achteraf misschien een boek gaan lezen dat tevoren slechts op 3000 exemplaren verkocht werd. En zoveel andere zaken. En ik denk dat dat veel positiever is dan van gevaar meteen te spreken. Ja. Natuurlijk, de televisie heeft andere elementen ook, maar ik veronderstel dat dat verder in het debat nog wel aan bod zal komen. Ik wou juist een beetje op die eigenheid van de televisie ingaan. Meneer De Wilde zelf kan ervan aanstippen. Om u een voorbeeld te geven, ik neem het geval van de koningskwestie tijdens de oorlog, na de oorlog. En dan stel ik vast dat wij in grote mate gebruik hebben gemaakt van wetenschappelijk historische werken. Ik denk aan de werken van dokter Bert de Jonge, ik denk aan het werk van professor Stengers. Wel, dat bestond, dat van Bert de Jonge bestond al jaren. Men heeft daar kennis kunnen van nemen. Die werken zijn niet aangevochten geweest. Wij hebben daarvan grotendeels gebruik gemaakt bij de behandeling van de koningskwestie. En er is in royalistische kringen een, als het ware, een storm ontstaan. Van het ogenblik af dat men de, laten we zeggen, die kleine kring verlaat van diegenen die die wetenschappelijke historische werken lezen. En men gaat naar het groot publiek toe, bewijst dat de televisie een heel ander onmiddellijk impact heeft dan bijvoorbeeld historische wetenschappelijke werken. Juist, maar zouden we niet even dat impact enigszins ontleden? En meneer Vergoeijen daaromtrent? Ik weet niet of het er helemaal verband mee houdt, maar het heeft er toch iets mee te maken. De heftigheid van de reacties en ook het onthullend karakter van de reeks hebben niet alleen te maken, denk ik, met de afwezigheid van publicaties over, enfin, er zijn er wel, maar de afwezigheid van publicaties die op grote schaal verspreid zijn. Het heeft iets te maken met het feit dat zeer veel mensen bereikt worden, dat is al gezegd, maar ook met een ander feit, dat wat wel bestond aan publicaties, al van heel kort na de oorlog, niet wetenschappelijk dan, maar vaak propagandistisch, dat die over een aantal zaken een versie van de feiten voorhielden die op zijn zachtst uitgedrukt niet met de werkelijkheid strookte. Met andere woorden, wanneer dokter De Jonge of welke andere wetenschappelijke auteur ook een boek schrijft voor 2000 mensen, dan geloof ik niet dat daardoor heilige huisjes worden ingetrapt bij zeer veel mensen. Terwijl, wanneer men een dergelijke reeks brengt, dan stoot men meteen tegen opvattingen die kort na de bevrijding verspreid zijn, bijvoorbeeld over de collaboratie, of over het verzet, of over de houding van de koning. En het zijn die geschriften, veel meer dan wetenschappelijke geschriften, die kort na de oorlog een tamelijk breed publiek hebben bereikt en een opinie hebben gevormd die nu pas in de heftigheid van de reacties tot uiting komt. Ja, dat geldt zeker. Dus wat de negatieve reacties betreft bij de leidende persoonlijkheden die gereageerd hebben. Maar ik denk dat het toch ook onze plicht is, als wij vaststellen welk impact dit medium heeft op de publieke opinie in de gunstige zin of eventueel in een minder gunstige zin. En overwegend is de impact van deze programma's in positieve zin verlopen als we ons op die reacties mogen baseren, dat we ons toch even moeten afvragen, legt dit medium, televisie, geen speciale beperkingen op, accenten door toe te spitsen op bepaalde persoonlijkheden, bepaalde gebeurtenissen waarover men film voorhanden heeft, die dan een grotere plaats innemen, anekdotes. Men moet toch ook nog televisie brengen, wordt er vaak en is door Maurice De Wilde zelf heel vaak gebracht. Waarbij dus het gesproken woord eigenlijk op de achtergrond geraakt tegenover wat men te zien krijgt. En soms zijn de woorden heel voorzichtig en delicaat gekozen en begrijpt het publiek ze toch verkeerd, omdat men zit te kijken naar bepaalde beelden en de woorden daarbij minder opvangt. Karel van Izakker.
Ja, maar kijk, ik geloof dat je toch moet beginnen met u de vraag te stellen. Wat wordt er hier getoond in die 17 programma's? Het gaat hier over een betrekkelijk recente geschiedenis. Maar tegelijkertijd een geschiedenis die enorm dramatisch is geweest. Die vele mensen direct in het lichaam en in het hart en in het gemoed heeft gesneden. Waar vele mensen duizenden aan ten onder gegaan zijn. Mensen die nu nog leven. Ik ben er zelf mee bezig met deze periode. En ik weet, zelfs wanneer je rustig op je kamer zit en je schrijft een boek, hoe moeilijk, bijna onmogelijk het is, een dergelijke geschiedenis sereen te beschrijven. Nu, als je daarmee voor de camera's komt, dus met dat middel, met zijn enorm impact, zijn opdringerigheid, en dan bepaaldelijk beroep doet, dus zoals met Maurice de Wilde het geval is geweest, op het element interview, we gaan er hopelijk direct grondiger op ingaan, dan kan het niet anders. Men kon het van tevoren verwachten dat een dergelijke geschiedenis in beelden voorgebracht, met interviews, mensen aan het woord laten die er direct bij betrokken waren, die ervoor of er tegen waren. Men kan niet anders. Men kon het van tevoren weten dat dit een geërgerde, een woedende en soms een bozaardige reactie van het publiek zou uitlokken. Dat kon niet anders. En inderdaad, als je het naar de rand bekijkt en je ziet wat u gebracht wordt, dan begrijp je dat dat vele mensen in het hart moet getroffen hebben. Vooral omdat je daar staat voor een medium dat zich opdringt. De programmamaker is als het ware baas in eigen huis. Hij heeft zijn programma opgemaakt, hij heeft het enorm intelligent opgemaakt, met een enorme som werk, maar hij toont daar één bepaalde visie. Elke historicus doet dat. Hè. Dus de geschiedenis dat is nooit het herhalen van wat precies gebeurd is. Hè. Dus men selecteert, men haalt bepaalde dingen uit het verleden, men brengt die in een nieuw verband en men schrijft erover een boek. De historicus verdwijnt, als het ware, achter zijn bladzijde. Maar hier in dit geval komt de man ervoor, met zijn hebbelijkheden en zijn onhebbelijkheden, om met het beeld, visueel, dat zich opdringt, dat geen enkel antwoord mogelijk maakt, een bepaalde visie, in sommige ogen zal ze juist zijn, in andere niet, een bepaalde visie als het ware aan het publiek op te dringen. Dat kon niet anders dan dat men zo brutaal reageerde. Ik zou aan professor De Jong, die ervaring heeft van dat soort programma's met de Nederlandse televisie, willen vragen wat hij daarvan denkt, of hij het daarmee eens is. Ja, ik wil in de eerste plaats als een reactie naar voren brengen dat me weer treft bij deze discussie waar ik met erg veel animo aan deelneem. Hoe enorm grote verschillen zijn tussen Nederland en België. De historie is niet eens zo eenvoudig te verklaren. Neem die belangstelling voor de eigentijdse geschiedenis. Ik ben in Rotterdam bezetter van een leerstoel in de eigentijdse geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1913. Die bestaat dus al bijna 70 jaar. We hebben in Amsterdam het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie onmiddellijk na de bevrijding kunnen oprichten. Er is een stroom van publicaties over wat in de Tweede Wereldoorlog in het algemeen, maar ook in Nederland is gebeurd. Ik geloof alleen al een Nederlandse publicaties in boekvorm. Dat zijn er al meer dan 3000 sinds 1945. Er verschijnen er nog elke week 2 in Nederland. En ze verschijnen niet alleen, maar ze vinden een enorm publiek. Ik heb hier horen zeggen, niet waar, dat er boeken uitkomen, dat je blij mag zijn als er een paar honderd lezers zijn. De delen van mijn eigen serie, het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dat dacht ik geen simpele lectuur, althans lectuur die echt gezette aandacht vergt. Die komen met een eerste druk uit van 80.000 exemplaren die in een minimum van tijd zijn uitverkocht. En zo anders is de stemming in ons land, daar hangt dus ook mee samen, dat die thematiek van een volk, bezet volk, in die Tweede Wereldoorlog, in die natieperiode, die nu door de BRT aan de orde is gesteld, door de Nederlandse collega's van de NOS 25 jaar geleden al op het scherm is gebracht. De serie De Bezetting, die ik zelf heb mogen samenstellen en presenteren, die in de periode 60 tot 65 is uitgezonden. Die ook in allerlei opzichten moeilijk lag, maar die toch, omdat Nederland zich al zo intensief met die periode had bezig gehouden, niet dat shock-effect heeft gehad. Wat kennelijk de serie van Maurice de Wilde hier had in dit land. Ik heb dan moeten terugdenken aan een woord, aan collega's historici hier zeker bekend, befaamde Leidse historicus Huizinga, die eens een definitie heeft gegeven van wat geschiedenis eigenlijk is. En die toen gezegd heeft dat
Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van haar verleden. En ik geloof dat dit hier in België is gebeurd in de vorm van deze serie. Dat de Belgische cultuur, gerepresenteerd door de BRT en het werk van Maurice de Wilde met alle toezicht en medewerkers op de achtergrond, zich rekenschap heeft gegeven van wat in die periode 39-45 hier in België is gebeurd. Ik vind dat moedig werk. Ik vind het belangrijk werk. Ik vind het werk waarmee ik als Noorderbuurman van dit land de BRT en ook Maurice de Wilde persoonlijk alleen maar kan gelukwensen. Dank u. Is het ook niet zo dat de situatie in België op politiek gebied ook helemaal anders lag en nog ligt? Zou ik misschien aan professor Balthasar vragen? Ik ben niet helemaal akkoord wanneer meneer de Jong zegt dat de situatie tussen Nederland en België zo hemelsbreed verschilt. Wanneer je de reacties van de publieke opinie en van de politieke kringen en van alles wat met de nieuwe orde en dat ideologisch gedachtegoed en het zoeken naar een houding in 1940 bekijkt, dan feitelijk zijn de verschillen, denk ik, in Nederland niet zo erg groot wanneer je die vergelijkt met die van België. Wat wel totaal verschillend is, dat waren reeds een aantal politieke verschilpunten die voor de oorlog bestonden. En die plots met die oorlog in een versnellingsfase komen. En die na de oorlog, dat is nog veel erger, dat heeft Karel van Isacker daarnet gezegd, enorm veel mensen treffen in, en hier kunnen we dat woord wel zeggen, in duidelijke wit-zwart verhoudingen. En gedurende jaren aan een stuk blijft eigenlijk een stuk ofwel alleen maar polemische taal daarover bestaan, ofwel stilzwijgen. Maar geen serene analyse, niks anders. En daarin zit het enige verschil, geloof ik. Wij hebben inderdaad niet kunnen meteen de geschiedenis van het Koninkrijk België schrijven, zoals u dat ten overstaan van een tamelijk eensgezinde publieke opinie hebt kunnen doen, vrij kort na de oorlog. Bij ons was het inderdaad maar mogelijk, zelfs voor de historici die daarnet genoemd zijn, om heel laat na de oorlog, pas in het begin van de jaren 70, aan hun werk te beginnen. En 10 jaar later kan het eventjes op de televisie en dan nog zien we dat we een debat nodig hebben om het specifieke daarvan eens nog eens te gaan bepraten. Ja. Maar mag ik dan even de vraag in het midden brengen? In hoever moet deze geschiedenis van een onderdeel van de Tweede Wereldoorlog in België en maar de aanzet tot een onderdeel, want het moet toch eens goed beklemtoond worden dat het onderwerp van deze 17 programma's is de nieuwe orde. Dat nieuwe orde niet noodzakelijk betekent collaboratie. Dat nieuwe orde niet noodzakelijk geleid heeft tot collaboratie. Dat heeft Maurice de Wilde daar heeft hij zoveel programma's voor nodig gehad om dat met alle mogelijke nuances uit de doeken te doen en diets te maken aan de kijkers. En hij is daar blijkbaar nog maar ten dele in geslaagd. Maar de kijkers hebben dat, die reeks in zich opgenomen als het geschiedenisbeeld. En moeten wij daar geen vragen bij stellen? Voor ons beroepshistorici zal dat zeker niet het geschiedenisbeeld zijn. En moeten wij dus de vraag stellen, kan televisie een bijdrage leveren tot het geschiedenisbeeld in wetenschappelijk opzicht? Of brengen wij maar voor het grote publiek daarvan een populair wetenschappelijke aanpassing die noodzakelijkerwijze zondigt door onvolledigheid en dergelijke meer? Die vraag zou toch even uitgediscussieerd moeten worden. Ja. Als ik er iets over zeggen mag, voorzitter, volledig is de geschiedenis natuurlijk nooit. Ik vind wel, en ik zeg dat toch ook met een beetje bewondering, dit Belgische project is een ongelooflijk ambitieus project. Het is groter dan enig ander project in welk ander land ook. Die serie van mij uit 60-65 bestond uit 21 programma's. Van een uur en een kwartier ongeveer.
Hier alleen al voor het aspect nieuwe orde zijn 17 programma's nodig. Er schijnen nog 20 programma's te komen over de collaboratie. Misschien meer dan 10 programma's over de illegaliteit. Dit alles zich uitstrekt over een periode van misschien wel 15 tot 20 jaar. Waarmee de makers het voor zichzelf natuurlijk ook onvermijdelijk erg moeilijk hebben gemaakt. Want alles, ook alle aspecten van die nieuwe orde, die collaboratie en ook van het verzet, hangen samen met het brede verloop van de Tweede Wereldoorlog. Wat gebeurt er aan de fronten? Ja, dat wordt min of meer bekend verondersteld in elk van de programma's. En misschien komt ook, doordat dus onvermijdelijk die achtergrond ten dele wegvalt, misschien komt daardoor ook de inhoud van het specifieke programma zo ongelooflijk hard aan, hè? Staat daar geïsoleerd. Ja, daar kunnen we het er straks nog even over spreken als we het over de concrete aanpak hebben van deze programma's. Maar als u zegt, ja, inderdaad, u doet dat op een zeer grote schaal, 17 programma's over de nieuwe orde alleen, dan laat dit veronderstellen, en dat is ook de bedoeling geweest van Maurice de Wilde, dat het met een enorme grondigheid gebeurd is, met een grondigheid die de televisie als medium zelfs niet gewoon is. En misschien dat deze onaangepastheid van die behandeling die meneer De Wilde in de ondertitel van zijn reeks noemt, een onderzoek. Hij heeft een onderzoek ingesteld. Hij heeft zelf de archieven uitgepluist. Hij is zelf de mensen gaan interviewen. Hij heeft het programma zelf gepresenteerd. Dit is nog een titanentaak erbij, maar komt dit het wetenschappelijk karakter van de programma's niet ten goede? Zo luidt mijn vraag. En even vragen wat u hier in het panel als beroepshistorici nu belangrijk vindt. Zijn het interviews, zijn het nieuwe onbekende gegevens of dergelijke? Ja, ik zou inderdaad denken dat dat een van de belangrijkste zaken is wat is aangebracht wetenschappelijk gezien door deze reeks uitzendingen. Namelijk, wij hebben een hele reeks getuigenissen gekregen die tot zover niet bestonden. Dat betekent met andere woorden dat een groot aantal nieuwe bronnen ter beschikking gekomen zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. De omstandigheden hebben daartoe geleid. Meneer De Wilde, gezien het terrein in grote mate braakliggend was, is zelf op onderzoek moeten uitgaan en heeft dat onderzoek dan gevaloriseerd in zijn uitzendingen. En ik denk inderdaad dat dat allicht een van de blijvende en beslissende elementen is wat in deze uitzendingen wordt aangebracht. Nieuwe materiaal dat wordt aangeboden aan de historici. Ja, maar kan men daarbij niet opmerken, en dan wou ik een volgende vraag stellen, dat onder meer vooral de interviews waarop meneer De Wilde zich gesteund heeft, dat dat een historische bron is, die zoals alle historische bronnen, en deze misschien nog meer, met de nodige historische kritiek moet benaderd worden. In hoeverre zijn deze interviews betrouwbaar? En we kunnen zo dadelijk ook eens aan de programmamaker vragen, op grond van welke criteria hebt u uit deze interviews slechts bepaalde fragmenten kunnen laten zien. Die interviews zijn niet in heel hun lengte uiteraard uitgezonden geworden. Stelt dat niet enorme problemen? Dus enerzijds de waarde als bron, dat wou ik aan de historici vragen, en dan de bewerking ervan, dat wou ik aan meneer De Wilde vragen. Maar ik misschien aan Els Witte vragen wat zij van interviews denkt als historische bron. Ja, maar ik had graag nog eens even ingegaan op een andere vraag die u daar straks heeft gesteld, maar waar we dan niet verder zijn op ingegaan. Namelijk, u zegt dat beeld dat we dus nu via die programma's hebben gekregen, is dat voor ons historici en is dat nu het historische beeld? Moeten we dan geloof ik eens niet vragen, ons afvragen, op dit moment is het echt mogelijk om al een globaal, historisch verantwoord beeld over die periode te krijgen. Uw antwoord is nee. Nee, ik zou daar willen wijzen op dus de enorme moeilijkheden waarmee dat de programmamakers te kampen hebben gehad. Hè. Want zo'n historisch beeld, zo'n synthese, veronderstelt dus enorm veel degelijke voorstudies over de meest belangrijke aspecten. Dat veronderstelt
bronnenmateriaal dat zeer representatief is. Hè. Ondersteuningsmateriaal waar men dus met een vrij grote wetenschappelijke zekerheid kan hebben. Hè. Die stelling die kan gecontroleerd worden, die kan geverifieerd worden enzovoort. Als we nu nagaan in welke situatie de programmamakers verkeerden, op het vlak van voorstudies, hè, was er voor enkele uitzonderingen hè, niet te nagesproken, waren er praktisch geen voorstudies. Qua bronnenmateriaal zit hij voor een enorm moeilijke opgave, want er zijn dus allerlei barrières. Er is de archiefwet, ook voor die interviews. Heeft hij ook niet de garantie dat hij die representatief zijn in de zin van, als we de totaliteit van de sociale groepen beschouwen, zijn dan die interviews representatief voor die groepen. Ja. Mag ik dan eens aan meneer De Wilde vragen hoe hij de geloofwaardigheid van die interviews heeft afgewogen. Men heeft hem onder meer verweten dat hij bijvoorbeeld te veel gewezen collaborateurs die met de Duitsers hebben samengewerkt, laat ons zeggen, als getuigen in interviews naar voren gebracht heeft. Dan is dat en men heeft de neiging van a priori te denken dat deze mensen ongeloofwaardig zouden zijn. Een bijzonder pregnant geval hebben wij bij het begin van deze uitzending nog eens in herinnering gebracht. Dat is het optreden van Léon de Grel. Ik zou graag willen dat meneer De Wilde daar nog eens een en ander over vertelt. Het zijn niet zomaar interviews die men dus uit de mouw schudt. Hè. Die interviews, om aan te pikken bij het geval van Léon de Grel, wij hebben dat maandenlang eerst bestudeerd, Rex, het Waals Legioen. Tot wij dat onder de knie hadden en dat we tenminste een kritisch interview konden houden. Dit wil zeggen, en dat gebeurt met alle andere interviews eveneens, maar ik ga zomaar niet naar de mensen toe en vragen, praat maar zo wat. Hè. Dat gebeurt in geen geval. Er wordt bij hen binnengegaan 9:15, 9:30. Daar wordt daar het interview voorbereid. De stof wordt behandeld met de geïnterviewden. De hele voormiddag. Nog een heel stuk in de namiddag. Dan, hij krijgt kennis. Opzettelijk moet hij kennis krijgen van de vragen. Opdat hij goed zou weten waarover hij het heeft. Die vragen worden ook nog samen besproken. Er ontstaan nieuwe vragen in gevolge de bespreking van de vorige vragen. En eerst dan maar, wanneer dus langdurig er zijn gevallen geweest van een voorbereiding, een interview van 17 uur voorbereiding, alvorens men tot de opname overging. Bij Léon de Grel ben ik met een hele boekentas, niet waar? Een zware boekentas met documenten bij me, die ik geregeld heb uitgehaald en Léon de Grel voorgelegd. Hè? En zijn reacties waren, dat zal me wel merken in de volgende programma's over de collaboratie, zijn reacties waren zeer heftig. Maar op een bepaald ogenblik, toen hem een Duits document werd voorgelegd, heb ik vastgesteld dat Léon de Grel niet verder meer aandrong. Dus het zijn zomaar niet... Het kan onmogelijk zijn dat in een instelling tot openbaar nut men zomaar laat vertellen, dat kan niet. Dus de voorbereiding is reeds vooraf gebeurd op grond van documenten. En ik wil u zeggen dat het een archiefwet betreft van 100 jaar in België. Niet waar? We hebben nog misschien niet genoeg onderstreept dat het om 100 jaar gaat, hier de archiefwet. En we zijn in feite zeer gelukkig geweest, u heeft het van mevrouw Witte daar gehoord, dat wij eigenlijk met alle mogelijke middelen hebben getracht om eerst vaste grond onder de voeten krijgen, alvorens wij tot opname overgingen. Vandaar dat ik vele lofwoorden over heb voor het Auditoraat-Generaal, waar wij echt een heleboel documenten hebben kunnen raadplegen die ons een vaste grond onder de voeten hebben gegeven, want ik zie niet in hoe wij dat anders hadden kunnen doen. Mag ik u direct vragen? Denkt u nu zelf, na al dat werk, inderdaad, de voorbereiding is enorm geweest, en dat is zeer belangrijk, beschouwt je het resultaat van de interviews, de antwoorden, als betrouwbaar. Te zeggen als gegevens die kunnen helpen om geleidelijk tot een betrekkelijk juist historisch inzicht. Wat is er precies gebeurd? Wat waren de bedoelingen? Te komen. Ja. Vind je die betrouwbaar? En ik zou nog iets anders, ik wil er zelf even op ingaan. Je moet de zaak ook bekijken, denk ik, van het standpunt van de geïnterviewde. De man die het ondergaat, maar daar gaan we het direct over hebben. Dat zou ik toch even willen bestilblijven, want ik denk dat het belangrijk is. Ook om bepaalde reacties van het publiek te begrijpen. Maar laat ons eerst eens, vindt u ze betrouwbaar? Hoe heeft meneer De Wilde ze gecontroleerd? En zijn ze, hij krijgt daar antwoorden. Kan men daar op voortgaan? Kan men erop bouwen? Wel, volgens mij zijn ze betrouwbaar. Om de volgende reden dat wij, voor we naar dat interview gingen, reeds op de hoogte waren. In gevolge onze studie.
We hebben ze niet gecheckt achteraf, maar wij hadden een heleboel gegevens voor we gingen. En we hebben dus de geïnterviewde precies geconfronteerd met die gegevens. En wanneer wij vaststelden, bijvoorbeeld iemand die 40 jaar later over zijn verleden moet spreken, ja, die heeft gaten in zijn geheugen, dat is nummer 1. En we konden die namelijk precies door onze documentatie opvullen, want we gingen ook met onze gegevens waren verzameld in een tekst die we hadden samengesteld, waar het geheel van de geschiedenis in voorkwam. Wij moesten televisieprogramma's maken nadat wij, laten we zeggen, als historici hadden gewerkt om onze gegevens te verzamelen in een bindende tekst. En daarna moesten we televisieprogramma's maken. Nou, ter plaatse hebben wij kunnen zeer duidelijk aan de hand van, want niet iedereen houdt dat allemaal achter, vooral als men vaststelt dat men een heleboel gegevens heeft verzameld, is men niet meer zo geneigd om dingen achter te houden. En dus de televisieprogramma's worden in feite illustratie bij wat wij eerst op papier hebben gezet. Omdat we televisieprogramma's moeten maken, omdat we geen teksten kunnen laten zien op het scherm. Maar mensen die levendig antwoorden. Ik geloof dat meneer Lambert. Meneer De Wilde, heeft u niet de ervaring dat die interviews eigenlijk in zaken het naar boven brengen van feiten minder aanbrengen, maar dat ze vooral interessant zijn om de leefwereld van die mensen te leren kennen? Stonden zij tegenover de gebeurtenissen in die periode? Wat beoogden zij enzovoorts? Dat er eerder dat uit voorkomt dan wel de reconstructie van feiten. Want tenslotte, het is allemaal al heel lang geleden en wij leven in een periode waar het geheugen niet zo meer getraind is als dat vroeger het geval was. De mensen zitten in dat geheugen met enorm veel gaten. En ik heb het gevoel, tenminste, historici die veel interviews hebben gemaakt, vertellen mij dat het interview voor de reconstructie van de feiten niet zo heel betrouwbaar is. Ja, ja, maar professor, maar er is toch volgens mij een gevoelig verschil. In de meeste gevallen, wanneer het u heeft over die interviews, dan gaat men eigenlijk naar die geïnterviewde toe om, laten we zeggen, de kennis te vernemen. Nee. De kennis te vernemen. Nee, normaal terwijl dus, het eigenlijke wetenschappelijke interview veronderstelt altijd een degelijke voorstudie. Mm-hmm. En de historici waarover ik spreek zijn mensen die voorstudies hebben gemaakt, mm-hmm. die dan hun getuigen confronteren met dat materiaal. Maar het blijkt dan dat zij over dat alles concreet gezien eigenlijk nog zeer weinig weten. Wat ik voornamelijk heb gezocht in de interviews, aangezien we inderdaad een groot aantal feiten reeds hadden kunnen in onze gegevens opnemen, voordat we gingen. Maar ik neem het geval van de Oostfronterij bijvoorbeeld. Ik kende een aantal feiten, er is zelfs een boek verschenen van Vlamingen aan het Oostfront, waar dus een beschrijving wordt gegeven eigenlijk van de veldslagen, die allemaal even triestig zijn en volgens mij wordt het publiek niet zoveel uiteindelijk betekenen. Wat is nu het belang van het interview? Wel nu, wat jij moeilijker vindt in de geschiedkundige documenten, dat is wat de mensen heeft bezield. De verklaring, de motivering bijvoorbeeld. En vandaar dat wij in die interviews met bijvoorbeeld Oostfronters zo sterk nagaan. Maar hoe komt het nou dat in België daar 20.000 jongens, die waren van 15, 16, 17, 18, 19, 20 jaar, dat die zo in massa naar dat Oostfront, wat heeft hen bezield? Ja. En dat zoeken we precies, omdat het voor mij, ik zou zeggen, bijna even belangrijk is als het feit zelf van het gaan. Ja, ik geloof dat de medewerker van meneer De Wilde, Etienne Verhoeyen, daar nog even wil bij aanpikken. Ik denk inderdaad dat het niet in de eerste plaats de bedoeling van deze interviews kan zijn om zeer veel nieuwe, voor ons onbekende feiten te achterhalen. Wat ik ga zeggen zal zeer pretentieus klinken, maar het is juist, geloof ik. Voor een aantal dingen weten wij het beter dan de betrokkenen zelf nu. Dat geldt denk ik voor alle historici die met een periode bezig. Ik hoop dat niemand me dat kwalijk neemt. Dat is een bekend feit voor mensen die met een materie nu actief bezig zijn, over documenten beschikken waarover de meeste geïnterviewden niet of zeker toen niet beschikten. Maar er is een ander aspect daaraan, geloof ik. Dat is wanneer men peilt naar motiveringen, dan stoot men zeker voor zo'n periode waarin het nemen van een positie op zichzelf al gevaarlijk was, om het even de welke men nam, dat men bij het horen van motiveringen en verklaringen en omstandigheden waarin beslissingen genomen zijn, dat het nogal riskant is om versies tegen te komen die
niet zozeer de werkelijke motivering geven, maar een justifierende, een rechtvaardigende motivering voor wat er als keuze gedaan is. Dat stelt zich voor iedereen. Dat zou zich ook voor mij stellen. Als men mij over 10 jaar over deze serie interviewt, dan ben ik ervan overtuigd dat ik een aantal justifierende verklaringen geef voor bijvoorbeeld wat ik hier zit te zeggen op het ogenblik. Als ik nog iets mag aan toevoegen. Het gevaar bij interviews over het verleden is niet zozeer dat het gaat over feiten die zich in het verleden hebben afgespeeld, maar wel dat het gaat over verklaringen die zoveel later worden afgelegd met een stuk kennis van wat zich intussen heeft voorgedaan, die de betrokkenen op het moment van de daad of van de beslissing niet had. En dat is iets wat inderdaad wat wij aan historische kritiek moeten onderwerpen en wat bijzonder moeilijk is in zeer veel gevallen. We zitten eigenlijk we zijn de uitzending begonnen met te spreken over de nogal bijzondere positie van de eigentijdse geschiedenis. Nu, we moeten niet te veel schieten op het interview. Het is natuurlijk evident dat het interview eigenlijk zelden weinig veel nieuwe feiten aan het licht brengt. Het is ook waar dat de geïnterviewde dikwijls doet aan wat je zou het kunnen noemen retrospectieve autosuggestie. Hij probeert eigenlijk zichzelf en de interviewer iets wijs te maken. Maar anderzijds is dat zo'n unieke bron dat we die niet mogen naast ons laten liggen. Wij zullen zelden een verhaal maken tegen dikke boeken die over culturen geschreven worden, alleen maar aan de hand van de studie van een aantal potscherven. Nu, de eigentijdse geschiedenis heeft juist dat bijzondere daar nog eens bij, van die levende getuigen. Je kunt je dat dus niet laten liggen. Enfin. Ik vind dat dus juist het bijzondere van de eigentijdse geschiedenis. Ja, maar kun je daar niet, en ik ga de vraag eens aan Karel van Izakker richten. De televisie geeft daar dan toch een speciale dimensie aan. De interviewer, de ondervrager, en men heeft gezegd van meneer De Wilde dat hij een zeer indringend interviewer is en men heeft nog andere woorden, mijn zinziens, ten onrechte gebruikt. Maar het is toch zo dat wij ook gemerkt hebben dat zelfs bij Maurice De Wilde, bij het peilen naar die menselijke motieven bij de acteurs die hij ondervroeg, bij hem een zeker begrip gegroeid is of een geboeid zijn door de persoonlijkheid. En dat wij het hebben meegemaakt, dat hij bepaalde interviews zeer lang heeft laten uitlopen. Daarop is kritiek geweest. Ik citeer het voorbeeld van Poulet. Robert Poulet. Dus wou ik eens aan Karel van Izakker, die zijn zeer specifieke opvattingen heeft over de geschiedenis, die misschien wel meer in de lijn liggen van Maurice De Wilde dan men doorgaans zou denken, dat hij dat aspect in verband met het interview, dat namelijk de televisie, het specifieke dat de televisie daaraan geeft, toch is zou willen in het licht stellen. Ja, ik zou eerst, het ligt in dezelfde lijn, hè. Ik ga niet akkoord met wat Etienne Vergoeien zegt over de zekerheid dat wij, die nu met een bepaald onderdeel van de geschiedenis bezig zijn, het beter weten dan de mensen die het destijds beleefd hebben. Voor een aantal ik heb zelf, voor een aantal aspecten. Ik heb geleerd geleidelijk aan heel bescheiden te worden naar gelang ik dichter en dichter bij de geschiedenis kwam die de mensen zelf meegemaakt hebben. Als ik vroeger een boek schreef over de 19e eeuw, ik ga er niet lang over uitweiden, ja, niemand kikte erover. Het was a priori aangenomen. Maar naar gelang je begint zaken te schrijven over dingen die anderen beleefd hebben, dan zegt men u en komt men u terecht zeggen, in alle eerlijkheid, het is eigenlijk heel anders geweest. Omdat het belangrijkste is de sfeer. En die kan men alleen maar terugvinden bij de mensen die het beleefd hebben. En daarom is natuurlijk het interview belangrijk, ongetwijfeld. Ik zou het interview in dit programma in het algemeen beschouwen als een document voor de toekomst. Dat mensen 30 of 40 jaar na de gebeurtenissen het zo gezien hebben of zo geprobeerd hebben te verdedigen, subjectief zoals gezegd onvermijdelijk, dat is een belangrijk element voor de toekomst. Is het betrouwbaar voor het onmiddellijk begrijpen nu, dus voor de kijkers, voor de programmamakers, voor wij allemaal die dit project hebben zien groeien, is het betrouwbaar als een onmiddellijk aanbreng voor de geschiedenis? Ik betwijfel het. En ik betwijfel het omdat ik het probeer te zien van het standpunt uit, maar onderbreek mij alstublieft, omdat ik het probeer te zien van het standpunt uit van de geïnterviewde. Ik ben zelf meer dan eens geïnterviewd geworden, ook na grondige voorbereiding. Ik ben daar altijd, zowel voor de camera als door een journalist, een journalist van de geschreven pers, ik ben daar altijd gefrustreerd van teruggekomen.
omdat het nooit weergeeft wat ik zelf bedoelde. Al gaf men mijn eigen woorden weer. Daar zit daar een vluchtigheid. Je krijgt vragen, zelfs als het voorbereid is geworden. Je krijgt vragen waarop gereageerd. En als je achteraf, buiten die aparte sfeer, hè, waarin een televisieopname van een interview gebeurt. Hè, dus denk, mensen die daar niet gewoon zijn, de camera, het groezemoes van de technici. De opdringerigheid en de radde tong van de man die u interviewt, hè, die een gehaaide is, die het medium kent. Men is eigenlijk de zwakke positie. En als men er achteraf op terugkomt, dan beseft men dat het eigenlijk anders is, dat men het anders bedoeld heeft. En vooral, en dat is iets wat belangrijk is, en u moet er mij op antwoorden, Maurice de Wilde, luister, vooral dat de stukken uit elkaar gehaald worden en in een nieuwe montage gebracht worden, die het vaak in een andere context brengen. We hebben het interview De Grel bijna integraal gezien. Dat was een verbluffend document destijds. Wij, ik bedoel de leden van de commissie. Ja. Als je dat nu in stukjes aangebracht ziet, dan is de indruk van bijvoorbeeld de hansworsterij van De Grel, die men ook had in het globale interview, veel sterker geworden. Het wordt veel erger dan het was in het oorspronkelijk integrale interview, een karikatuur van de man. Er is gemakkelijk een karikatuur van te maken, maar men doet hem eigenlijk onrecht, vind ik, wanneer men dat in stukken knipt. Maar en ik denk dat de frustratie van de geïnterviewde voor een groot deel ligt aan de montage. Vind je dat niet? Kijk, er zijn een heleboel zaken gezegd die, laten we zeggen, niet zo voordelig lijken voor diegene die interviewt. Ik zou daar toch mijn ervaring tegenover willen stellen. Het feit dat De Grelle in stukjes is gebracht, is onvermijdelijk, zou ik zeggen. En dat heeft niks te maken met de wil om te knippen, maar dat heeft te maken met het verlangen om hem daar te brengen waar hij te pas komt. Dit wil zeggen, als een bepaald punt of een bepaald onderwerp wordt behandeld, zullen we daar inderdaad een stuk van het interview waarbij De Grelle het heeft over dat onderwerp, erbij te pas brengen. Maar u begrijpt ook dat wanneer we zullen komen aan de studie, of het programma over het Waals Legioen bijvoorbeeld, waar Leon De Grelle zo'n zeer sterke rol heeft gespeeld. Neem het toch van mij aan, professor Van Isacker, dat hij daar niet 2 minuten zal in voorkomen, maar dat hij veel langer zal in voorkomen, omdat zijn rol daar veel aanzienlijker is geweest dan bij die momentopname om een beeld op te hangen van wat voor de nodig is gebeurd. Maar het ging mij niet om de lengte, het ging mij om de nieuwe context waarin door de montage bepaalde uitgesproken zinnen gebracht worden en die misschien tegen de wil of misschien tegen de bedoeling van de geïnterviewde ingaan. Wel, ik moet zeggen dat ik pertinent weet dat Leon De Grelle uitzonderlijk vlug die programma's in Madrid heeft kunnen zien die wij hier hebben uitgezonden. En dat bij mijn weten heeft hij mij nog geen enkel bericht gelaten dat hij ontevreden zou geweest zijn over die manier van doen. Nou, als u denkt dat, u stelt het zo voor dat daar een kat met een muis speelt. Die indruk doe ik op. Hè. Dus laten we zeggen, een aantal mensen uit de collaboratie zouden dus volgens u een muis zijn en ik zou dan de kat of de kater zijn. Ik kan u stellen dat dat niet zo is, hoor. Ik mag gerust van mij aannemen dat er in de collaboratie mensen zeker niet het gevoel geven dat ze een muis zijn. En dat de interviewer zou overheersen. Trouwens, ik geloof niet dat dat de rol is. Wij moeten zeer diplomatisch te werk gaan, zeker in zulke zaken. Nietwaar? Want als we te erg zouden hardnekkig zijn, want ik zou graag liever het woord hardnekkigheid horen, bij de indruk die men krijgt dat ik nogal erg aandring. Maar de keuze is daar niet moeilijk, hoor. Ofwel dringt u aan, ofwel bent u hardnekkig en dan heeft u iets. Ofwel bent u zoet als een schaap en dan heeft u niets. Nietwaar? En de bedoeling is toch dat het publiek niet meer op de hoogte gebracht wordt dat er een interview is, dat er een verklaring is. Mag ik dan eens aan alle deelnemers van het panel hier de vraag stellen? Meneer De Wilde zegt ons, kijk, ik heb mijn dossiers zo goed voorbereid dat ik een hele hoop zaken weet en dat in vele gevallen het interview de illustratie is van de feiten. Is het dan nodig, zou men kunnen de vraag stellen, is het dan niet, ik zal het anders formuleren, een toegeving aan het medium om het publiek op enig spektakel en menselijk contact te vergasten, dat wij interviews inlassen, of worden ze ingelast als bewijsvoering van wat men aanhaalt?
Men kan daar toch inderdaad die vraag stellen. Ik zou zeggen, beroepshistorici hebben veel meer baat bij het volledige interview. Dat ze dus in het klad zouden willen bekijken, zoals het oorspronkelijk werd opgenomen. Maar dat kan men niet uitzenden. Nee, dus historici, beroepshistorici, hebben minder nood aan zulke uitzendingen. Het groot publiek wil dat graag wel. Waarom? Wie wil daar... Wel, omdat het publiek zou ik zeggen, als ik mag... Het publiek wenst in de eerste plaats. Ik dacht... Ik voel mij op dit ogenblik half historicus, half journalist of programmamaker voor televisie. Ik ben een hybride geval op dit ogenblik. Maar het is toch zo dat de mensen van mij verwachten dat ik daar niet op het scherm ga komen en mijn gegevens of mijn teksten laat zien en zeg, lees nu maar. Ze verwachten een aanvaardbaar programma. En dat moet een zeker ritme hebben, dat moet een zekere vooruitgang kennen. En men kan daar geen... Soms zijn er interviews die bijvoorbeeld 2 uur lang duren. Men kan toch geen 2 uur aan 1 stuk op televisie een interview dat de historici dat interesseert. Van mijn part mogen ze dat gerust komen zien. Maar je kunt dat niet op het scherm brengen. Er moeten uiteindelijk, in de eerste plaats, tv-programma's gemaakt worden waar ons groot publiek... Ja, maar nee, dat wil niet zeggen wat we dan brengen in die tv-programma's, dat verkeerd of niet juist zou zijn of niet zou kloppen. Ik kan u verzekeren, als een instelling tot Dobanut zoals de BRT die zaken op het scherm brengt... Hè, in resume, akkoord. We kunnen niet anders. 1 hoofd trekken. En de historici kunnen boeken schrijven van 700 bladzijden, waarvan elke bladzijde 2/3 voetnotas omvat en 1/3 tekst. Niet waar. Dat kunnen wij niet. Wij kunnen geen voetnotas brengen. Wij moeten eigenlijk de eigenlijke stof brengen. Mag ik eerst even, meneer De Jong, en dan meneer Van Isakken. Er is totaal geen verschil in dit opzicht tussen de maker van een televisieprogramma en de schrijver van een geschiedenisboek. In een geschiedenisboek neem je toch ook maar... Wat is het? 1%, 1 promiel op van alles wat je gelezen hebt. Ik bedoel, als ik ergens een beeld moet geven, zeg van Mussert, de leider van NSB in Nederland. En dan heb je dus zo'n een dossier, wat ik dus heb kunnen zien. Hè, want al die regels die jullie in België hebben, dat die dossiers niet gezien mogen worden, die bestaan niet voor serieuze historici in Nederland. Als je dat dossier helemaal doorwerkt, dan kun je toch niet alles... Wat Mussert verklaart op tientallen honderden pagina's te zijn een verdediging in je boek opnemen. Je neemt in je boek op wat je wezenlijk vindt. En ik ben ervan overtuigd, dat is precies hetzelfde wat De Wilde heeft gedaan. Wat is dan de betekenis van zo'n getuigenis in een televisieprogramma? Laat ik een voorbeeld geven. We hebben met onze regering, ik bedoel dan de Nederlandse regering in Londen, een hele moeilijke, beroerde periode gehad. Jullie Belgen hebben ook een beroerde periode gehad in de zomer van 40, maar wij hadden die ook. Omdat er een premier was, uit Nederland meegekomen, die man had geen hart voor de oorlogvoering. En er moest dus een andere premier als leider van de regeringsploeg optreden. Werd er gereformeerde hoogleraar van de Vrije Universiteit in Amsterdam, Pieter Sjoerd Scherbrandy. Ik heb hem goed gekend, ik heb veel van hem gehouden. Ik had die man, die wilde ik hebben in een van die televisieprogramma's uit de serie De Bezetting. Waar alleen maar de vraag, wat hem dreef in de jaren 39-45 en eigenlijk al eerder, want hij had het nationaalsocialisme in een vroeg stadium door. Dit was een oude man, het was een paar jaar voor zijn overlijden. En ik zie hem nog in de stoel zitten, waarin we dan zaten met die camera en dat hele gedoe om hem heen. Hij kon gewoon niet uit zijn woorden komen als hij... nog eens moest weergeven waar wat zijn afschuw was van dat misdadige tuig wat daar in Berlijn opeens de teugels van het bewind in handen had gekregen. En in die onbeholpenheid waarmee hij sprak, dat hij niet uit zijn woorden komen kon. Ja, daarin gaf hij, al was het dan 20 jaar later, het getuigenis van de man die hij in de herfst van 40 was geweest toen de koningin Wilhelmina als opvolger van de Geer gekozen werd als nieuwe premier van Nederland. En dat vind ik historisch van belang, dat dit beeld van deze man, het is helemaal niet vastgelegd in de gedicteerd, er is een fotootje waarin hem ziet lopen met een ding tegen luchtaanvallen wat je toen in de zak had in een Londense straat. Maar hier is het de levende mens. En die levende mens, zoals je dan zoveel jaar later was, in zo'n televisieprogramma, geeft een beeld waarvan de historische persoonlijkheid die optreedt, in dit geval in de zomer van 40. Maar meneer De Jong en
mevrouw en heren, is het niet zo dat het pad waar we nu op zijn verband houdt, hier in de discussie verband houdt, met een opvatting van de geschiedenis? Die meneer De Jong vertolkt op een bepaalde manier, meneer De Wilde, en ook ergens bij meneer Van Isakker. Die een of televisie er ons dus niet toe brengt, omdat we onze toevlucht moeten nemen tot zulke illustratie, tot inderdaad het personaliseren van een aantal gebeurtenissen. En dus onvermijdelijk tot meer subjectieve behandeling en van de zijde van de geïnterviewde en van de zijde van de interviewer. Meneer Van Isakker. Het is evident, als je er naar kijkt, naar wat jij brengt, door die beelden worden de gebeurtenissen emotioneel veel meer geladen. U hebt er juist een voorbeeld van gegeven, dan zij zelfs in werkelijkheid waren. Dus het is een projectie achteraf. En voor mij is de historische betekenis ervan dat het nu achteraf zo is dat iemand als uw premier toen op die manier achteraf reageert. Mag ik eerst, meneer De Wilde, Els Witte iets laten zeggen en u dan laten antwoorden? Maar ik denk dat het in dezelfde richting gaat. Ik wou aan meneer De Wilde vragen of dat. Dus het is duidelijk dat de vereisten van het medium gaan in de richting van individuen, interviewen, dus het persoonlijke enzovoort. En ik wou dan vragen of dat hij de indruk had dat dus door de introductie van veel individuen, van dus dat persoonlijke, dat er dan niet het gevaar bestond dat dus politiek herleid wordt tot, of teruggebracht wordt tot een aantal persoonlijke aangelegenheden. En dat er daardoor een aantal andere, toch vrij essentiële zaken, dreigen onderbelicht te geraken. En ik denk bijvoorbeeld aan meer de structuren, de ideologieën enzovoort. Ja, dus of dat u die neiging, of dat u dat gevaar niet heeft aangevoeld. Dit wil zeggen, wij brengen niet alleen interviews in die programma's, nietwaar? Ik dacht dat het opgevallen is bij een aantal mensen dat een stuk interview zeer dikwijls wordt afgewisseld door een tussenkomst van mijnentwege, waar ik precies de zaken stel zoals wij ze in onze gegevens hebben gevonden en wat meer dan eens denk aan bijvoorbeeld een stuk een interview met De Grel, een tegengewicht vormt, een soort controle vormt, nietwaar? Wanneer we vermoeden dat hij, laten we zeggen, dat De Grel meer dan eens de neiging vertoont om, laten we zeggen, de zaken aan te dikken of zijn fantasie laat werken. Wij zijn daar met onze tussenkomsten. Maar ik geloof dat het probleem ergens anders ligt. Het is niet omdat wij, uiteraard zou ik zeggen, want ik weet goed genoeg, een wetenschappelijk geschiedkundig werk kan veel meer brengen, kan veel meer details geven, kan ook inderdaad veel meer nuances geven. Men beschikt over veel meer mogelijkheden om dat te brengen in dikke boeken die gelezen worden door 2000. De vraag die ik mij stel, is het groot publiek geïnteresseerd in al die nuances en in al die details? Want tenslotte heeft het ook belang dat het groot publiek op de hoogte wordt gebracht van wat er in de geschiedenis zich heeft voorgedaan. Niet die 2000 mensen, maar laten we zeggen dat 800.000, 1 miljoen mensen op de hoogte worden gebracht. Bij mijn weten is dat zeker even belangrijk, om niet te zeggen belangrijker dan wanneer 2000 mensen op de hoogte worden gebracht. Maar wat ik wilde stellen, professor Van Isakker, dat is, het is niet omdat het een samenvatting is. Want daarnet heeft professor De Jong precies gezegd, nietwaar, ook hij, ook de historicus, brengt een samenvatting. Misschien een minder sterke of doorgedreven samenvatting dan wij. Maar wat essentieel is, dat is, het is niet omdat het een samenvatting is dat die samenvatting dan niet even accuraat moet zijn als een meer uitgebreide versie. Daar komt het op aan, nietwaar? Of men in die samenvatting fouten vindt, of het niet accuraat is, daar komt het op aan. En wat ook belangrijk is, ik ga in op wat je er juist gezegd hebt. Dus de werkelijkheid wordt inderdaad emotioneel soms overdreven geladen. Maar tegelijkertijd, en dat is belangrijk, en dat is een van de redenen, een van de vele redenen waarom ik zo hield van uw programma, wordt de geschiedenis er menselijker door. Gruwelijker misschien, vooral gruwelijker voor diegenen die er nog direct bij betrokken zijn en voor degenen die, want ze waren niet allemaal op uw niveau of sterk genoeg om te reageren, er waren er ook zwakkelingen bij, menselijker zelfs voor diegenen die geïnterviewd worden. Dat brengt inderdaad, anders heeft de geschiedenis geen zin. Geschiedenis voor 100 of 200 of 2000 mensen, dat heeft geen zin. Geschiedenis heeft maar zin als ze naar de globaliteit van de gemeenschap gebracht worden. Wel, dat kan de televisie inderdaad, en dat heb jij gedaan. Ze wordt menselijker.
Ik zou ook begrip willen vragen in dit verband. Kijk, er zijn zeer veel reacties geweest van koningsgezinden. Waarschijnlijk de meest emotionele reacties die wij gehad hebben. Maar ook wij hebben daar, dacht ik, zeer veel in ons ploegje, zeer veel begrip voor. Je moet ook verstaan, die mensen hebben zich toen ter tijd in die koningskwesten met lijf en ziel ingezet. Ze hebben daar alles voor over gehad. En nou worden ze geconfronteerd met feiten die ze niet kunnen aanvaarden, want dat is een negatie van hun, in feite voor een goed deel een negatie van hun inzet. Men heeft zich ingezet voor zaken die achteraf blijken niet zo geweest te zijn. Dat is zeer begrijpelijk dat ze emotioneel reageren. Wie wil er nu zijn verleden of zijn jeugd verloochenen, want daar komt het op aan. Maar is het dan niet inderdaad zo, wat ik daar straks meende te mogen stellen, dat televisie de zaken, en Els Witte heeft het ook onderstreept, sterk personaliseert en toespeelt naar persoonlijkheden, omdat die benadering de mensen boeit en iets levens brengt. En sommigen zijn zelfs van oordeel dat dat dan geschiedenis is. Karel van Isakker behoort tot die mensen die denken dat dat dan geschiedenis is. Ik behoor tot een richting die daar enigszins anders over oordeelt. Hè? Geschiedenis wordt bedreven door mensen. Ja, maar geschiedenis is geschiedenis van groepen, denken een heel aantal onder ons. Is maatschappij geschiedenis? En hoe is nu het een met het ander te verzoenen als de televisie alles zo focust op persoonlijkheden die dan zo overkomen dat ze de mensen emotioneel gaan raken? U hebt over de programma's met Poulet gesproken. Ik denk bijvoorbeeld aan de programma's van Hendrik de Man. Men gaat zich zo verdiepen in het karakter van die man en in het ontroerende dat bij het interview met familieleden van hem overkomt, dat men de hele context daarom, de ideologie, die dan op een ander moment gegeven is in het programma, bijna vergeet. Is dat niet zo, Herman Balthazar? Persoonlijk ook. Ik personaliseer ook niet graag als historicus. Ik heb ook liever de studie van groepen. Maar hier is natuurlijk het probleem wat het medium op dat vlak kan natuurlijk. Als je een groep wilt tonen, dan zijn het dikwijls filmbeelden van een of andere marcherende groep. Maar dat is geen studie van een groep natuurlijk. En ik meen ook dat je via interviews en via duidende stukken daartussen toch wel de band kunt trekken. Maar dat emotieve, daar heeft Karel van Isakker gelijk in. Dat haal je er niet uit. Dat zit in een interview, eigen aan de bron. De spanning tussen de interviewde en de interviewer, dat is iets eigen aan deze vorm van een bron en aan de eigen tijdsgeschiedenis. Dat moet je erbij nemen. Dus. Maar ik was daarnet, ik was bijna boos om een stuk demagogie, wanneer gezegd werd, mogen 800.000 mensen niet even goed horen hoe het geweest is als 2000. Dat is natuurlijk juist. Enfin, trouwens, elke historicus benijdt u bijna dat je 800.000 man bereikt hebt. Daar ligt trouwens de vraag niet in natuurlijk. Maar u hebt nadien zelf gezegd, komt erop aan dat het resultaat van de benadering correct blijft. En hier zal gewoon de vraag moeten gesteld worden na die uitzending. In welke mate is een bepaald geschiedenisbeeld dat voor de Belgische geschiedenis sinds 40 gefixeerd was in een aantal kampen. De koning had zo gehandeld, de zwarten hebben zo gehandeld, de witte hebben zo gehandeld. Gedurende jaren hebben we allemaal in gescheiden kampen elk onze eigen stelling verdedigd. Iedereen van ons of onze ouders zijn ons daarin voorgegaan. Maar nu, in welke mate is nu dit beeld verbrokkeld geraakt? Is een nieuwe analyse mogelijk? En voor mezelf wil ik daar positief op antwoorden. Ik denk dat die nieuwe stap mogelijk is. En dat is een enorm resultaat. Ja, dus we zijn het er wel over eens, geloof ik, dat de uitzendingen die we gezien hebben en die nu gaan herhaald worden, dat die iets hebben losgemaakt bij de Belgische bevolking. Men durft spreken en schrijven en talrijke reacties, ook in de kranten, hebben dat duidelijk gemaakt over zaken die taboe waren. En misschien dat dan zekere onvolkomenheden of eigenheden van het medium waar men niet omheen kan, dat toespitsen op persoonlijkheden enzovoort, hè,
dat men er dat dan bij moet nemen en dus dat men dergelijke programma's ook nog anders moet bekijken dan de functie daarvan, dan te zeggen, zijn dat nu wetenschappelijke programma's van A tot Z? Ze hebben ook een andere bedoeling, dacht ik, en daarom gebruikt men het medium televisie. U zegt dat, dat men er zich moet bij neerleggen bij de eigenheid van het tv-medium. Dat zou betekenen dat wij, ons ploegje, geen lessen hebben opgedaan bij het maken. Wel nu, wij hebben lessen opgetrokken. Wij hebben lessen kunnen leren. En ik wil u maar in verband dus met de zeer sterke vluchtigheid van het medium het voorbeeld geven. Het meest bekende voorbeeld is dat een heel aantal mensen zouden gehoord hebben dat ik zou gezegd hebben dat de Klerk zich persoonlijk verrijkt heeft. Nochtans hebben wij dat niet gezegd. We hebben enkel gezegd dat volgens sommige tegenstanders van de Klerk zou hij zich, en die zou is ook van ons, zou hij zich verrijkt hebben. En we hebben dan het voorbeeld aangehaald van dokter Vrijdags. Wij hebben niet gezegd dat hij zich verrijkt heeft, volgens sommige tegenstanders. Maar het medium is zo vluchtig dat men meent gehoord te hebben dat de Wilde dat gezegd heeft. Wel nu, dat is een les geweest. En in de toekomst, en zeker bij de collaboratie waar het delicate van het geval nog zal stijgen, nemen wij ons sterk voor om niet het eens te zeggen, maar het zelfs tot 2 tot 3 maal toe te zeggen, zodat men het goed zou begrepen hebben. Karel van Izakke wil daar nog even op ingaan, want dan gaan we nog naar een ander thema overstappen. Ik wou aan Maurice de Wilde een misschien brutale of stoute vraag stellen. Het beeld dat jij gebracht hebt, is een beeld dat jij zelf geconcipieerd hebt. Hè? Dat in sterke mate, dat kun je toch niet ontkennen. Het is in elk historisch werk zo, gekleurd is ook door je eigen benadering. Acht jij het mogelijk dat binnen in de BRT, na enkele jaren, ik denk dat men met het gebruik maken van ongeveer dezelfde bronnen een enigszins ander, en voor bepaalde onderdelen zelfs een totaal ander beeld kan brengen. Acht jij het mogelijk binnenin de BRT dat, gebruikmakend van wat jij nu hebt kunnen gebruiken, binnen enkele jaren een andere ploeg een ander beeld brengt? Dat is goed mogelijk, professor. Ik zou zeggen vanzelfsprekend. Ik hoop dat we binnen 10 jaar meer bronnen zouden kunnen bereikbaar gesteld worden, dat men op grond van een grotere beschikbaarheid van bronnen, nietwaar, in plaats van 20% of 30% van wat wij, ja, maar dat is toch duidelijk dat we maar een klein gedeeltje hebben gebracht van wat er zich heeft voorgedaan, dat men dan misschien wel eens 40% zou kunnen brengen. Ik zie daar geen bezwaar in dat men dat later nog maakt. Hoegenaamd niet, ja. Ik hoop van wel. Wel, een van de lessen die men zou kunnen trekken is dat de keuze die de wetenschappelijke commissie bij de aanvang van de programma's over de Wereldoorlog al heel lang geleden heeft gedaan, misschien niet de beste keuze is, maar misschien de onvermijdelijke. Namelijk deze, dat wij de behandeling van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in België hebben opgedeeld in thema's. Dat wij niet een chronologisch verhaal hebben gevolgd, maar dat we hebben gezegd welke aspecten zijn eraan. Er is de nieuwe orde, er is de collaboratie, er is het verzet, er is de repressie. We hebben het dagelijks leven onder de bezetting gehad. We hebben dat allemaal netjes opgedeeld, mede omdat we niet alles aan één man konden toevertrouwen. En dat heeft bij de kijkers tot vele misverstanden aanleiding gegeven en heeft er Maurice de Wilde bij herhalingen tot vervelens toe verplicht te zeggen, ja, maar dit aspect zullen wij behandelen in een volgende reeks. Of binnen zoveel uitzendingen krijgt u dit of dat te zien. Is het inderdaad niet zo dat de nadelen van die thematische behandeling, opsplitsing per thema's, zeer groot zijn geweest? Ja, maar zelfs of men nu chronologisch behandelt, professor, of thematisch behandeld. Met beide systemen zijn er voor- en nadelen. Ook met een loutere chronologische behandeling kan men niet alles ineens brengen. Men zal ook moeten
bepaalde punten eerst behandelen en dan komen die andere punten later. En daar zou men ook zeggen, waarom praat je daar niet over en daar niet over? Dat moet ook nog komen, precies zoals bij een thematische behandeling. Ik dacht toch ook dat de thematische behandeling hier in ons huis gekozen is geworden met de overweging dat dat voor het grote publiek, ten behoeve van het grote publiek, een grotere begrijpelijkheid ook zou kunnen teweegbrengen, nietwaar? Want als jij zuivere chronologie begint toe te passen, wordt de zaak ook wel eens ingewikkelder, nietwaar? Dan wanneer jij die lijn van de collaboratie volgt, de lijn van het verzet, de lijn van andere onderwerpen. Het is ook voor de begrijpelijkheid van het grote publiek gedaan. En ik geloof dat je anders met de chronoloog gaat je ook problemen krijgen. Ja. Dat is mijn conclusie. Ik geloof dat Emile Lamberts daar wil op ingaan en dan meneer De Jong. Ja, eigenlijk is dat een eeuwige discussie onder de historici bij de opbouw van een historische synthese. De geschiedenis bestudeert de ontwikkeling van de mensen doorheen de tijd. En het kan interessant zijn een thematische afscheiding door te voeren, omdat men dan duidelijk zicht krijgt op de interne logica die binnen een bepaald thematisch gebied speelt. Hè. Langs de andere kant is de geschiedenis en wetenschap die de maatschappij, de mensen en de maatschappij in hun geheel bestudeert. En alles houdt een beetje verband met elkaar. En wanneer je dus een thematische opsplitsing neemt dan is het gevaar inderdaad aanwezig dat je de verbanden in hetzelfde tijdsbestek niet meer ziet. Dat is mij onder meer opgevallen in verband met de behandeling van de houding van de christelijke arbeidersbeweging ten aanzien van het corporatisme tijdens de oorlog. Men kan het eigenlijk maar echt goed begrijpen, die iets toegenomen sympathie en actie in de rangen van de christelijke arbeidersbeweging voor het corporatisme, wanneer men dat in verband brengt met de actie van de man tijdens de Wereldoorlog. De oprichting van de Unie voor de geestes- en de handarbeiders, dat heeft een invloed gehad op de houding van de christelijke arbeidersbeweging met betrekking tot het corporatisme. Nu, wanneer men dat, zoals is gebeurd, los van elkaar behandelt, dan gaat daar een zeer belangrijk verband verloren. Aan de andere kant vermoed ik, professor, dat u akkoord zal zijn. U spreekt daarnet van de man of van het humanisme. Wel nu, wanneer we dus het thema humanisme hebben behandeld, ziet men veel beter de ontwikkeling van dat humanisme, waar het begonnen is, hoe het zich ontwikkeld heeft en hoe het dus afgelopen is. Men ziet veel beter het verband tussen, in verband met ontwikkeling dus, ziet men veel beter. En het is zeer dikwijls begrijpelijker ook. Ja? Terwijl wanneer men dat in stukken gaat indelen, ja, als men dan 2 of 3 weken later met een volgend stuk afkomt, niet waar, dan is het publiek vergeten wat in dat eerste stuk is gezegd geworden. Ja. Ja. Ik geloof dat meneer De Jong op dat stuk ook enige ervaring heeft die ervaring voor ons nuttig kan zijn. Inderdaad, maar ik vind dat we daar helemaal niet dogmatisch over moeten zijn. Je kunt nu helemaal niet alles tegelijk vertellen, niet in een boek en ook niet in een reeks televisieprogramma's. Ik heb altijd zo'n beetje chronologische hoofdvolgorde in het oog houdend, heb binnen die hoofdvolgorde geprobeerd de thema's zo goed mogelijk aan de orde te stellen. Hier heeft men principieel eigenlijk voor die thematische aanpak gekozen. En ik wil er geen dogmatisch oordeel over uitspreken. Ik wil alleen zeggen dat ik het verrekte moeilijk vind om daarmee een goed resultaat te bereiken. Ja. En als dat bereikt is, dan vind ik het dubbele bewondering waard. Maar meneer De Jong, wij hebben anderzijds bewondering voor het feit dat u de... En u hebt uitgelegd hoe dat kwam en over welke mogelijkheden u beschikte, maar dat u de hele geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog in 21 programma's, als ik het goed voor heb, als één persoon hebt behandeld. U hebt dat dan misschien op bepaalde punten minder grondig kunnen doen, maar wij hebben die thematische aanpak ook moeten kiezen, omdat wij het werk moesten verdelen. Nee, begrijp ik, maar dat is het grote verschil. Dat toen ik in 60 met die serieprogramma's bestond oorlogsdocumentatie al 15 jaar. En was ik zelf al 5-6 jaar bezig met dag in dag uit het werk voor te bereiden waar ik dan later die dikke boek over geschreven heb. In zoverre was die serieprogramma's een uitvloeisel van het bestaan van het instituut, wat er al 15 jaar was.
Mag ik dan eens vragen even, daar kan meneer De Wilde dan ook op inspelen, want het heeft op hem betrekking. U zegt, ik was zelf al zoveel jaren daarmee bezig. U bent historicus van vorming en u hebt dus als historicus deze programma's gebracht. Ja. Wij hebben een journalist die in zijn beroep zeer vele verwantschappen heeft in zijn manier van werken met een historicus, maar die daartoe verder niet was opgeleid, de zware opdracht gegeven van een onderzoek dat niet aanwezig was of in heel beperkte mate maar zelf te gaan uitvoeren. Hoe oordeelt u daar nu over? Moeten wij in de toekomst dat werk opsplitsen tussen historie? Nee. We hebben dat in het verleden gedaan met niet altijd de beste resultaten. Nu kan men kritiek oefenen dat wij het allemaal in één persoon hebben geconcentreerd. Hoe oordeelt u daarover? Er zijn betrekkelijk weinig mensen, betrekkelijk weinig, die het vermogen hebben om voor de televisie iets goed, duidelijk, beeldend uiteen te zetten. En ik vind dat je als BRT alleen maar blij mag zijn als je voor zo'n moeilijke thematiek iemand gevonden hebt die dit vermogen blijkt te hebben. Ik bedoel daarmee als presentator. Wat betreft het historische onderzoek zou ik zeggen, en ik vind dat ik dat zeggen mag omdat ik zelf hoogleraar ben in de eigen tijdsgeschiedenis, dat er is eigenlijk geen wezenlijk verschil tussen beroepshistorici en amateurhistorici. Er zijn voortreffelijke werken geschreven door amateurhistorici. Ik zou zeggen, ik heb dat laatst ook in ander verband betoogd, dat wat je als historicus nodig hebt, dat is in de eerste plaats doorzettingsvermogen en in de tweede plaats gezond verstand. Dat zijn twee vakken, meneer de voorzitter, die aan geen enkele universiteit worden gedoseerd. Omgekeerd zie je heel vaak bij de universitaire opleidingen dat er een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort wens om het uiterste te bereiken. Perfectionisme wordt gestimuleerd bij de studenten, die een grote rem kan zijn. Grote rem bij het op schrift zetten van de resultaten die je hebt. Van mijn twee beste medewerkers van het instituut, waar ik een jaar of 30 leidingen heb gegeven, die hadden geen van tweeën ook maar een uur college gelopen in de geschiedenis. De een had Indologie gestudeerd in Blauwe Maandag, de ander had Chemie gestudeerd aan de Technische Hogeschool in Delft. En dat zijn misschien wel de twee meest inventieve historici geworden van Nederland op het gebied van contemporaine geschiedenis. Professor, u bepleit de overbodigheid van de opleiding in de geschiedenis, als ik het goed versta. Wij zullen ons geroepen voelen ons daartegen te verdedigen, veronderstel ik aan deze zijde. Meneer De Wilde. Ik zou dit toch willen laten opmerken, dat men goed zou begrijpen. Ik wil nou even, laten we zeggen, de historici, de voortreffelijke historici die ook wij in ons land hebben, en het is echt hun schuld niet, dat ons parlement heeft gemeend hier een archiefwet gedurende 100 jaar te moeten goedkeuren. Daar kunnen de historici niet aan doen. Daar kunnen enkel de politici aan doen. En ik hoop dat het over afzienbare tijd zou mogen veranderen. Maar ik wil stellen dat een historicus, wanneer hij dus de bronnen niet ter beschikking heeft of krijgt, dat hij niet geprangd wordt door timing. Dit wil zeggen, hij zal wachten tot de bronnen vrijgegeven worden. Dat is de normale gang van zaken. Maar hier bij de BRT heeft men gezegd, De Wilde, de herfst van dat jaar, daar moeten ze zijn. En dat ik bij gevolg, laten we zeggen, nogal heftig aan de kar heb moeten duwen om bij het auditoraat-generaal voet aan de grond te krijgen. Ja, dat ligt voor de hand, want er stond een timing op. Hè. Ik moest dat brengen voor de televisie. En ik denk dat dat een verschil uitmaakt met een historicus die meer de tijd kan nemen om op het vrijmaken van de bronnen te wachten. Maar wij konden niet blijven wachten, wij moesten daar zijn met de programma's. Dus hebben we doorgeduwd, dacht ik. Ja, collega's, ik denk dat wij zo stilaan naar het einde van dit gesprek toe gaan. En men verwacht dan altijd van de gespreksleider dat hij enig besluit zou formuleren. En een besluit dat dan ook de instemming zou moeten wegdragen van de meerderheid van de kijkers die de programma's al gezien hebben en die nu
een tweede keer naar de herhaling vanaf volgende week zullen kijken. Ik geloof dat iedereen het erover eens is dat de BRT en in casu dan meneer De Wilde met zijn medewerkers, in de eerste plaats meneer Verhoeyen, de realisator en zoveel anderen, dat zoveel die... Zijn er niet, hoor. Zoveel zijn er ook niet. Hij beschikte niet over een hele ploeg, ik bedoel dan de technici en zo meer, dat daar een unicum, iets unieks gedaan is. Professor De Jong heeft dat daar straks al onderstreept. En dat zeker verdient in de omroepwereld van de omliggende landen, is van dichterbij bekeken te worden, welke ervaringen wij daarmee hebben gehad. Dat het dus in een zekere mate een experiment is dat wij gedaan hebben, de vorm die wij gekozen hebben, de persoon die wij daarmee belast hebben, de middelen waarover hij al of niet beschikte. Dat bovendien de BRT als openbare dienst de maximale voorzorgen heeft genomen. Meneer De Wilde heeft niet alleen moeten werken onder tijdsdruk, hij heeft ook moeten werken met bij zich een commissie van 7 professoren die geacht worden de regels van de historische kritiek dan zogezegd veel beter te kennen, maar we hebben gehoord hoe relatief dat is, maar die niettemin op gezette tijdstippen de producten die Maurice De Wilde met zijn medewerkers had klaargemaakt, heeft beoordeeld en opmerkingen heeft geformuleerd, verbeteringen enzovoort, heeft voorgesteld, waar tegenover dan nog de vrijheid van de programmamaker en de televisiemaker eigenlijk ook bleef bestaan. En dat complex is toch wel iets zeer unieks, waarbij we dan nog, en het is onderstreept geworden, men heeft niet over de gevaren van het medium willen spreken, maar het medium heeft toch wel, dat hebben we in de discussie, zeker wanneer we het hadden over het interview, gevoeld, het medium televisie heeft zeker een invloed op de vormgeving. Dat kan niet anders. En ik geloof dat dat onvermijdelijk is geweest. Wij hebben een bepaalde vorm gekozen waarin het interview een grote rol speelt, maar waar ook de uiteenzettingen van de man die het onderzocht heeft, die het klaargemaakt heeft en die het presenteert, waar die ook een grote rol speelt. En ik geloof tenslotte, en we zijn hier niet om onszelf te verdedigen, maar dat we mogen zeggen, en daar waren we het geloof ik, en daar is iedereen het over eens, dat de BRT door deze programma's te brengen iets heeft losgeweekt bij de bevolking, dat er een gevoel van bevrijding over velen is gegaan. En we hebben ook bij de studenten aan de universiteit, bij de jongeren, kunnen vaststellen dat zij blij zijn dat zij dergelijke onderwerpen hebben te zien gekregen en dat zij aan de universiteit daarover kunnen voortwerken. En ik geloof dat wij ook lacunes hebben kunnen opvullen die het onderwijs en die het gebrek aan lectuur of aan voorstudies heeft gelaten. En we kunnen dus alleen maar hopen dat diegenen die talrijk naar de wederuitzending van deze programma's zullen kijken, ditmaal aangevuld met aanvullingen, ik wil daar nog eens de aandacht op vestigen, dat die ook over zoveel tijd, wanneer meneer De Wilde de gelegenheid heeft gekregen om rustig voor te werken aan de voorbereiding van zijn programma's over de collaboratie, dat zij even talrijk voor hun scherm zullen zitten. Goedenavond.